Want de steenfabriek speelde een grote rol in het... Zaterdag 7 mei werd door de Heemkundekring de Duvold en Stichting van Steen en Natuur in de Waard van Kekerdom het boek Meer dan 100 jaar steenfabrikage in de Kekerdomse Waard gepresenteerd. Het is geschreven door Jan van Wegel en in het boek staan vele verhalen van oud-werknemers over het dagelijkse leven op de fabriek. De eerste exemplaren werden uitgereikt aan Rick van der Laak, zoon van Adriaan van der Laak, overbouwer uit Kekerdom, en aan Gerrit Anneveld van het Gelders Smalspoormuseum. Het boek is te koop bij Primera in Millingen en Beek en bij de Spar in Leut en Ooi. En natuurlijk bij de boekhandels in de regio. En het glas te heffen. Hartelijk dank.